Mijn naam is Ronald Brinkgeven. Ik ben werkzaam part-time bij de sectie geoengineering. Maar het onderzoek is met name uitgevoerd door een aantal PhD's en postdocs onder begeleiding van onder andere Phil Varden, hier ook in de zaal. Een van die PhD's is hier ook aanwezig, Tom de Gast. Dus als er vragen in detail zijn achteraf, kunnen zij natuurlijk ook altijd uitleg erover geven. Goed, dat werkt. Dit is een kort overzicht van waar gaat het om, Reliable Dikes. Dat is de naam van een onderzoeksproject waarop NWO-subsidie is verkregen, samen met een financiële bijdrage van de STOA. En waar gaat het over? Het gaat over analyse van dijken, of de assessment, de beoordeling van dijken, waarbij we met name die betrouwbaarheid proberen te analyseren, gebruikmakend van aanvullende gegevens, met name met betrekking tot heterogeniteit in de ondergrond. Nou, dus dat hele project bestaat uit een vijftal mensen die daar dan dagelijkse werk voor doen, afgezien van de begeleiding dan. PhD 1, dus dat is de eerste onderzoeker, die heeft met name gekeken naar de veldtest, dat is Tom de Gast. Ik zal daar iets meer over vertellen zo. De PhD 2 heeft gekeken naar het mechanische of hydromechanische gedrag, met name het gedrag van veen. Dan is er een derde PhD die gekeken heeft naar die heterogeniteit. En hoe kan je dat dan vertalen in aan de ene kant een heel complex numeriek model. Maar vervolgens ook gekeken hoe kan je dat model dan vereenvoudigen. Zodanig dat het beter ook in de praktijk bruikbaar is. En een laatste, vierde PhD heeft gekeken naar de interactie tussen grond, water, atmosfeer, klimaat. En ook vegetatie, in hoeverre dat ook de stabiliteit van de dijk kan beïnvloeden. En dat geheel is, al die PhD-studenten, die hebben ook gebruik gemaakt van tools die dan zijn ontwikkeld door een postdoc. Dus een al wat ervaren onderzoeker. Die heeft een aantal numerieke tools gemaakt waar die onderzoekers dan ook gebruik van gemaakt hebben. Nou, PhD 1, dat is Tom de Gast. Die heeft met name heel veel werk gestoken in de voorbereidingen, maar ook de postprocessing, dus het verwerken van de data van de proef in de Leendert-De Boerspolder. Nou, ik denk dat die proef u wel bekend is. Dat is uitgebreid over gesproken, denk ik, door Henk en andere mensen. Dus ik zal daar verder niet over in detail treden. Die proef, dat ging dus om het afschuiven, het bezwijken van een dijksectie, een secundaire dijk. En daar zijn ook heel veel metingen bij gedaan. Er zijn sonderingen zijn daar in de grond gemaakt. Die zijn ook op een bepaalde afstand van elkaar. Bewust een bepaalde afstand. En die afstand is nog een keer gevarieerd. En aan de hand daarvan hebben we ook gekeken van wat is dan bijvoorbeeld die spreiding in de ondergrond. En wat is wat is de lengte van die spreiding? Je kunt zich voorstellen dat als je ergens in de grond prikt en je prikt daar vlak naast, dat de eigenschappen wel ongeveer overeenkomen. Maar als je een stuk verderop in de grond prikt, dan kunnen die eigenschappen toch behoorlijk anders zijn. En met name wat wij dan de horizontale correlatielengte noemen, oftewel de horizontale fluctuatie, de scale of fluctuation, zoals dat heet in het Engels. In horizontale zin is veel groter dan in verticale zin. In verticale zin hebben we natuurlijk te maken met gelaagdheid in de ondergrond. Dus binnen die gelaagdheid heb je natuurlijk ook nog te maken met variatie van eigenschappen. Maar die verticale variatie is veel groter dan de horizontale variatie. Met andere woorden, de scale of fluctuation in horizontale richting is veel groter dan de scale of fluctuation in verticale richting. Nou, dat staat dan in een moeilijke grafiek uitgezet hier. Waarbij dan bekeken wordt, enerzijds op basis van het aantal sonderingen, hoe ver die uit elkaar zitten. Wanneer je dan nog die horizontale scale of fluctuation kan meten. En vervolgens, als je dan die scale of fluctuation weet, hoe kan je dat dan gebruiken om vervolgens te komen tot een meer optimale verdeling van bijvoorbeeld de faalkans van die dijk. Dus op de klassieke manier zijn we gewend dat te doen, op een deterministische manier, in de zin dat wij een ondergrens bepalen voor wat dan representatief is voor de hele variatie van parameters. Maar als je dan die horizontale variatie, of de verticale variatie ook, maar met name de horizontale variatie, als je daar rekening mee houdt, door bijvoorbeeld die sonderingen te analyseren, dan kan je komen tot een geoptimaliseerde of een geconditioneerde faalkansbenadering. En dat betekent dat van die blauwe lijn schuiven we op naar die oranje lijn. En dat betekent dus dat dezelfde betrouwbaarheid als het ware. Dat je dus eigenlijk een hogere betrouwbaarheid vindt voor een bestaande situatie.
Nou, ik kom daar zo nog op terug, hè, hoe we dat dan ook kunnen gebruiken om dan eigenlijk uiteindelijk geld te besparen bij situaties waarbij de stabiliteit van de dijk onvoldoende is en we dus die stabiliteit moeten verbeteren door middel van bermconstructies of wat dan ook. Ik kom daar later in de presentatie nog op terug. Dan, Tom, even heel kort over jouw verhaal natuurlijk, dus veel meer over te vertellen, maar ik heb maar zoveel tijd, dus vandaar. Dan spring ik even naar PhD 3. Divya Varki is een onderzoeker die heeft met name gekeken naar die ruimtelijke variabiliteit, hè, de heterogeniteit die erin zit. Enerzijds heeft zij gewerkt met analytische methoden, daar is een zogenaamde Van Marken methode. Die Van Marken methode, dat is eigenlijk, daar kan je dus een klassieke 2D-berekening doen, maar die houdt enigszins rekening met de variabiliteit, hè, en het feit dat ja, als je een grondmoot hebt die afschuift, ja, die is geneigd om af te schuiven door de zwakste, de grond, daar waar de grond het zwakst is, als het ware. Hè, dat is logisch, hè, de zwakste schakel. Dat neemt niet weg dat naast die zwakke schakel zitten er misschien wat sterkere schakels. En die sterkere schakels die houden de grond toch enigszins tegen, daar waar die geneigd is om door die zwakke schakel heen te gaan. Dus dat heeft een gunstig effect op de stabiliteit van het geheel. Nou, en daar willen we graag gebruik van maken. Nou, die Van Marken methode die in principe gaat die daarmee mee om. Hè? Dus die hanteert ook die horizontale scale of fluctuation. Een soort van ja, gunstige benadering te doen. En dat is dus door Divya Varki is dat nagerekend ook met een compleet random, dus met stochastische variabelen verdeelde eindig elementenberekeningen, dus waarbij dus de eigenschappen stochastisch verdeeld zijn en waarbij je dus ook rekening houdt dus met die horizontale en verticale fluctuaties in de eigenschappen van de grond. Dus de random finite element method speelt een belangrijke rol in dit hele onderzoek. Hè. Dus daarvoor zijn ook die tools ontwikkeld, kom ik zo op terug. Maar zij heeft dus daar gebruik van gemaakt. En zij heeft uiteindelijk dat vergeleken ook met die analytische methode. En eigenlijk tot de conclusie gekomen dat ja, die Van Marken methode een beetje te gunstig is. En aan de hand daarvan heeft zij ook correctiefactoren toegepast op die Van Marken methode. Waarbij je dus eigenlijk hè, voor praktijksituaties, want ja, die random finite element methode is ja, heel erg ingewikkeld, heel erg tijdrovend. Dus dat kan je in de praktijk niet echt toepassen. Dus zij heeft dus weer die terugvertaling gemaakt naar die Van Marken methode. Daar heeft zij een update voor gemaakt met correctiefactoren. Zodanig dat een methode is die je ook in de dagelijkse praktijk kan gebruiken. En waarbij je dus gebruik kan maken van die ruimtelijke variatie. Nou, daarnaast heeft ze ook gekeken naar geometrische onzekerheden. Hè, dus laagliggingen en laagdiktes die we ook niet helemaal kunnen bepalen. Uiteindelijk is de conclusie geweest dat die geometrische variaties beperkt is. Maar dat het dus met name de materiaaleigenschappen, hè, dus de sterkte- en stijfheidseigenschappen zijn. De variatie daarin die een belangrijkste rol spelen in het geheel. Dan Bram van der Einde, zoals ik al zei, die heeft een aantal tools ontwikkeld, waaronder die random finite element tools, de eindig elementenmethode tools, waarbij je dus ook elk elementje weer andere eigenschappen kan meegeven. Ook volgens die scale of fluctuation die je dan hanteert, daar moet je natuurlijk wel de gegevens voor hebben. En uitgaande van dat je die gegevens hebt, kan je met die tools kan je dan die uitgebreide berekeningen doen. Nou, dat vergt dan supercomputing, hè, dus grid computing, waarbij je dus meerdere computers tegelijkertijd laat rekenen. En dan nog is dat een heel tijdrovende klus. Dus dat is zeker niet iets wat je voor elke som in de praktijk wil gaan doen. Hij heeft ook gekeken naar wat dan heet subset simulation. Dus dat betekent dat je, als je te maken hebt met kleine faalkansen, dan wil je inzoomen juist op die kleine faalkansen. Maar veel kleine faalkansen betekent normaal gesproken, als je random berekeningen doet met de Monte Carlo methode, dat je dus heel, heel veel berekeningen moet maken. Nou, met die subset simulation hoef je dus niet zo heel erg veel berekeningen te maken. Blijft nog steeds heel erg tijdrovend. Maar je kan in ieder geval met een beperkt aantal berekeningen volstaan. Uiteindelijk heeft Bram ook gekeken naar de standaardmethode die in de praktijk gebruikt wordt. Dat is dan gebaseerd op limit equilibrium method. Dus gewoon de methode van slices ook, hè, waarbij je dus slope stability berekent op de klassieke manier. Maar wel daardoor, om daardoor ook gebruik te maken van die ruimtelijke variabiliteit om die daarin te stoppen. Dus al die tools heeft Bram ontwikkeld en die zijn verder gebruikt door die PhD's.
Nou, even terug naar PhD 2, Stefano Murano. Die heeft met name gekeken naar het gedrag van veen. En als je veen test, ja, dan heb je te maken met het feit dat veen nogal vervormt. En dus de mechanismen die zich in zo'n monster, een standaard grondmonster, vormen. Daar krijg je te maken met het feit dat, laten we zeggen, het mechanisme aan de bovenkant en de onderkant elkaar gaan beïnvloeden. En dat heeft ook weer consequenties voor de waargenomen sterkte-eigenschappen die je dan meet. Hè. Dus de wrijvingshoeken die hier in die grafiek staan, die hangen dus af van hoe groot, met name hoe hoog je het monster meet. En dus eigenlijk heeft hij geconstateerd dat, dat je in de praktijk eigenlijk grotere monsters moet gebruiken. Om wat meer betrouwbare voorspelling te kunnen doen voor de sterkte-eigenschappen. Nou, Stefano heeft meer gedaan, maar goed, de tijd ontbreekt mij hier om alle details daarover te vertellen. Nou, de vierde PhD dan, Elahi Yamalilia, die heeft gekeken naar de invloed van klimaat en vegetatie op de stabiliteit. Dat betekent, dat is natuurlijk voortdurend in beweging, hè? Dus het idee is dat als je aan de ene kant weersgegevens hebt, het zij uit het verleden, het zij naar de toekomst toe een voorspelling, dat je op basis daarvan ook kan voorspellen hoe de stabiliteit van de dijk, zeg maar, varieert in de tijd. En dus dat heeft zij gedaan door een vegetatiemodel, dat is het model Lingra, door dat te koppelen aan het eindreglementmodel Plaxis. En dat leidt dan uiteindelijk tot ook die grafieken die hier zitten. Dat is over Leaf Area Index. Dat is een van de parameters die ook aangeeft, zeg maar, hoeveel inzijging in de grond er is. He, want als de bladeren op de ondergrond liggen, dan heb je minder inzijging dan wanneer dat niet zo is. Maar ook bijvoorbeeld door te kijken naar scheurvorming in de ondergrond, he, bij droogte. En dat heeft natuurlijk ook allemaal invloed op de stabiliteit, want scheurvorming leidt tot lagere gemiddelde sterkte. En dat heeft dus weer gevolgen voor de stabiliteit van de dijk. Dus op die manier kan je dus de factor of safety, de safety factor, in de tijd kan je dus voorspellen of teruganalyseren. En kan je kijken hoe dus het klimaat invloed heeft op de vegetatie, maar ook hoe de vegetatie invloed heeft. En het klimaat en de vegetatie invloed hebben op de stabiliteit van de dijk in de tijd. Nou, dus wat daar uitgekomen is tot dusver is dat die full-scale test, hè, die veldtest, de dataset, dat heeft natuurlijk een schat aan gegevens opgeleverd. Dus dat zijn nieuwe gegevens die we daaruit hebben gedistilleerd. Maar ook nieuwe kennis, hè, nieuwe inzichten in het gedrag van en ook de modellering van veen. Maar ook eigenschappen en ook met name die ruimtelijke variabiliteit. En ik ga daar zo meteen nog even een voorbeeld van geven hoe dat dan uitwerkt in een praktijkvoorbeeld. En ook de processen van zeg maar hoe het klimaat en de vegetatie, hoe dat met elkaar interacteert en hoe dat dan invloed kan hebben op de stabiliteit van dijken. Nou, dat heeft ook nieuwe technieken opgeleverd. Hè. Die zijn vertaald in tools. Dat zijn vooralsnog wel prototype tools. Maar die tools die lenen zich wel om door te ontwikkelen, ook om zeg maar een dagelijks gereedschap in de praktijk te worden. En dus enerzijds zijn dat rekentools, maar ook protocollen bijvoorbeeld. Hè, van hoe kan je nou je labproeven het beste inrichten? DSS-proeven, hè, dus direct simple shear proeven of triaxiaal proeven. En hoe verhoudt zich dat dan tot elkaar? Om op basis daarvan betrouwbare sterkte- en stijfheidseigenschappen te kunnen vaststellen. Maar ook veldtesten bijvoorbeeld. Wat is nou de optimale manier om je CPT's, de locatie van je CPT's te kiezen, zodanig dat je door gebruik te maken van die informatie dus ook iets kan zeggen over die ruimtelijke variabiliteit, dat je dan vervolgens weer kan meenemen in een verbeterde, geoptimaliseerde of geconditioneerde stabiliteitsanalyse of op de betrouwbaarheid gebaseerde stabiliteitsanalyse. Nou, dus dat zijn eigenlijk de uitkomsten van deze technieken. Wat betekent dat nou concreet? Er wordt ook wel eens gezegd van deze methode, dat leidt tot een gewijzigde kansverdeling als het ware. Hè. Dus we hebben natuurlijk de kansverdeling als we uitgaan van, hè, dus de normale manier zoals we dat benaderen, dan zeggen we van we nemen een karakteristieke waarde. En volgens de eurocode, de eurocode zegt niet dat je een karakteristieke materiaalparameter moet nemen of grondeigenschap. Nee, de eurocode zegt dat je een karakteristieke waarde moet nemen voor, laten we zeggen, de betrouwbaarheid van het systeem als geheel. Nou, maar vaak wordt dat dus vertaald in een parameterwaarde met een 5% onderscheidingskans. Hè, dus dat is een karakteristieke waarde. En dat gebruiken we normaal gesproken in een deterministische berekening. Maar eigenlijk is dat aan de ongunstige kant. Hè. Dat blijkt nu naar deze studie.
Dus dat betekent dat we daar eigenlijk geen gebruik maken van die ruimtelijke correlaties, hè, en die heterogeniteiten in de ondergrond. Daar zit dus nog winst. En dat zal ik proberen te kwantificeren in het volgende voorbeeld. Nou, als je kijkt naar laten we zeggen, we nemen een grondlaag, hè, en in die grondlaag, daarvan zijn de eigenschappen, laten we zeggen, de sterkte eigenschappen zijn inhomogeen verdeeld. Dus er is sprake van een zekere mate van heterogeniteit. Je kan zeggen, van nou, die laag als geheel heeft een gemiddelde die aangegeven wordt door middel van die gestippelde lijn. Met een gemiddelde, maar ook een standaardafwijking, dus een normale verdeling zou je kunnen zeggen. En die normale verdeling, dat is die platte curve, zeg maar, die aangegeven wordt met die gestippelde lijn. Maar als je gaat kijken van waar de grond nou bezwijkt, dan gebeurt dat natuurlijk in het gebied met de laagste sterkte-eigenschappen. Dus als je kijkt rondom dat bezwijkmechanisme, hoe zijn de eigenschappen daar verdeeld? Dat betekent dat de gemiddelde misschien iets lager is, maar de verdeling als geheel is veel kleiner als je dat betrekt alleen maar op het gebiedje waar dat bezwijkmechanisme plaatsvindt. Dus dat betekent dat de karakteristieke waarde eigenlijk hoger ligt dan wanneer je de karakteristieke waarde uit de totale verdeling neemt. Dat maakt dat je daar gebruik van kan maken, als je dus weet hoe dat verdeeld is, dat je daar gebruik van kan maken en dat dat mogelijk zou kunnen leiden tot een optimalisatie van je veiligheidsfactor of van je stabiliteitsberekeningen. Nou, dus er is een case study uitgevoerd. Dit is een voorbeeld van een dijk, zal jullie alle bekend voorkomen. En in dit geval, de waarden zoals die hier berekend zijn voor de veiligheidsfactor is 0,66 als je uitgaat van karakteristieke waarden. En als je daar nog een keer partiële factoren overheen gooit, dan krijg je een veiligheidsfactor van 0,55. Maar als je dan gaat kijken van... Dus hier staat dat uitgezet, die gele curve, dat zijn eigenlijk, die curve die geeft weer dat als je eigenlijk je totale verdeling van je parameters neemt, hè, dus de sterkte eigenschappen als een stochastische parameter, en je gaat voor alle mogelijke waarden van die sterkte eigenschappen een veiligheidsberekening doen, een safety factor berekening, dan krijg je dus een verdeling van je veiligheidsfactor. He, dus je berekent dat met een karakteristieke waarde, maar je berekent het ook met een gemiddelde waarde. Met alle waarden die in die verdeling zitten. Daar ga je dus een berekening voor doen, deterministisch. En dan kom je dus op die gele curve en die geeft dus eigenlijk de verdelingsfunctie, de cumulatieve verdelingsfunctie aan van die veiligheidsfactor gebaseerd op die verschillende waarden van die stochastische sterkte-eigenschappen. Dus zoals gezegd, die karakteristieke waarde, 0,05, die vinden we daar. En dus daar vinden we veiligheidsfactor van 0,66 en met partiële factoren 0,55. Als we nou die techniek toepassen, wat we net zeiden, dat je kijkt naar die ruimtelijke variabiliteit, dat betekent dat je een lijn gaat krijgen en afhankelijk van de scale of fluctuation, hè, dus die correlatielengte als het ware, dat is die theta-waarde van een halve meter, 12 meter, 6 meter. Dan zie je dat die verdeling dus veel steiler wordt. En dat is wat we net ook zagen, dat die, laten we zeggen, die verdelingsfunctie die wordt veel smaller als het ware. Dus dat is de gewone verdelingsfunctie, de cumulatieve verdelingsfunctie die wordt veel steiler. Dus blauwe en paarse en groene lijnen die zijn veel steiler dan die gele lijn hier. En als je daar dan gebruik van maakt, hè, dan zie je dat bij nog steeds dezelfde 5% ondergrens, maar dan in dit geval is het niet de 5% ondergrens van die sterkte-eigenschap, maar het is 5% ondergrens van de betrouwbaarheid van het systeem als geheel. Als je daar gebruik van maakt en je maakt gebruik van die ruimtelijke correlatie, dan kom je dus eigenlijk tot, zonder dat je iets hoeft te doen in termen van versterking, kom je al op een veiligheidsfactor van 0,98, daar waar we voorheen 0,66 vonden. En met partiële factoren op 0,85, daar waar we voorheen 0,55 vonden. Dus we gaan al aardig richting wat dan de vereiste veiligheidsfactor is. In dit geval is dat 0,95. Waarom dat 0,95 is, dat weet ik ook eventjes niet. Maar goed, dus stel we gaan even uit van een vereiste veiligheidsfactor van 0,95. Dan zie je dat je daar dus wel met karakteristieke waarden aan voldoet, maar nog niet met rekenwaarden. Dus er moet toch nog iets gebeuren. Hè? Dus dit is eigenlijk een soort van samenvatting waarbij we dan zeggen van die donkere zwarte curve die veranderen we in die dunne zwarte lijn die steiler is. Hè? En dat is dan eigenlijk representatief voor de veiligheid van het systeem als geheel.
Als we dat dan toepassen met zeg maar een verbetering van de stabiliteit, hè, dus we gaan nu een berm toepassen, dat betekent dat die blauwe lijnen, hè, dus de doortrokkenlijn is voor de karakteristieke waarde en de gestippelde lijn is voor de waarde met partiële factoren, hè, de ontwerpwaarde, de rekenwaarde, dan verschuift met die berm, verschuift dus die blauwe lijnen, die verschuiven richting die rode lijn. He, dus dat op zich is dat heel erg mooi dat we dat zo kunnen doen met die berm. Alleen dan zie je dat als je dus wilt voldoen aan die minimale veiligheidsfactor van 0,95, ja, dat misschien wel te veel is wat we hier aan berm hebben toegevoegd. Dit is overigens de berm die je zou krijgen op het moment dat je dat volgens de klassieke methode gaat uitrekenen. Maar als we nou die informatie gebruiken uit de resultaten uit dit onderzoek, dan betekent dat je die berm misschien wel kan halveren. Hè, of je neemt een 2/3 of de helft of 1/3. Hè, dus dat zijn de rijen, hè, de W's in de verticaal. En in de horizontale richting kan je ook de hoogte van die berm, hè, hebben we ook de hoogte van die berm gevarieerd. En dan vervolgens de veiligheidsfactoren berekend. Nou, en dan zie je dat hier, dat je bij een gehalveerde hoogte en een breedte van een berm van 1/3, dat je daar eigenlijk al voldoet aan de vereiste veiligheidsfactor. Dus wat we dan concluderen is dat op basis van oorspronkelijk ontwerp heb je een bepaalde berm nodig met een bepaalde breedte en een bepaalde hoogte. Maar door die nieuwe techniek toe te passen kan je in dit geval dus 75% materiaal besparen. En dat is dus heel veel kosten. Dus dat is denk ik een heel concreet resultaat. Overigens moet ik er wel bij zeggen, dat geldt alleen maar voor deze specifieke situatie. He, dus deze case study, in een ander geval kan het misschien weer anders zijn. He, maar feit is wel dat er wel heel veel winst te behalen is. Nou, dus wat is dan wat is het idee? Dus we kunnen dus die betrouwbaarheid kunnen we dus nauwkeuriger berekenen in dit geval. En daardoor kunnen we voor bestaande situaties vaak ook berekenen dat de betrouwbaarheid feitelijk hoger is dan dat we volgens de klassieke methode berekenen. En dus dat betekent dat we in veel gevallen niet hoeven te versterken daar waar we anders wel zouden moeten versterken. Dus daar kunnen we veel besparen. En daar waar we dan toch zouden moeten versterken, kan dat met minder versterking plaatsvinden dan volgens conventioneel ontwerp. Dus dat is de ene uitkomst. Maar goed, dat is case by case, is dat natuurlijk wel anders. En wat natuurlijk ook een voortvloeisel is uit het onderzoek, is dat die random eindige elementen methode ontwikkeld is. Hè. Dus dat kan je zeggen, van ja, dat is ook een product, maar dat is niet een product wat in de dagelijkse praktijk gebruikt kan worden. Hè, want dat betekent dat je verschillende software aan elkaar moet knopen en dan met grid computing, hè, dus hele ingewikkelde en langdurige berekeningen. Die computers zijn niet overal aanwezig. Hè, dus kortom, dat is niet iets wat je in de dagelijkse praktijk kan gebruiken. Maar als een alternatief, hè, heb ik ook gezegd, is die geüpdate van Marker methode ontwikkeld, waarbij dus de resultaten van die geüpdate van Marker methode vergelijkbaar zijn met die complexe random finite element berekeningen, zodanig dat dat wel meer bruikbaar is in de praktijk. Het is niet zo dat daar al een kant-en-klare tool voor aanwezig is, maar in principe is dat wel iets wat doorontwikkeld kan worden tot een kant-en-klare tool. Nou, dus nogmaals concrete resultaten. We hebben geoptimaliseerde CPT-testlocaties bedacht, hè, het werk van Tom. Hoe kunnen we die CPT's zo effectief mogelijk plannen, hè? Dus het profiel van de CPT's of de horizontale spreiding, dat je daar optimaal informatie uit kan halen ten aanzien van je horizontale correlatielengte. Daarmee heb je dus de input voor die methode, hè, dus de reliability-based methode, die gebruik maken van die horizontale correlatielengte, om dan vervolgens die geoptimaliseerde berekeningen te doen, waarbij je dus gebruik maakt van dat gunstige effect, hè, wat ik in het begin vertelde. Verder weten we meer over het gedrag van Veen. En met name ook hoe we dat zodanig kunnen testen dat daar meer eenduidige resultaten uitkomen. He, dus meer betrouwbare resultaten ook. Dat betekent dat we wel grotere monsters zouden moeten nemen. Dus dat werkt wel kostenverhogend. Maar als je dan vervolgens een grotere betrouwbaarheid hebt, ja, dan is dat uiteindelijk wel weer gunstig natuurlijk. Omdat je met meer nauwkeurigheid je resultaten kan bepalen. Nou, verder die praktische tool voor reliability berekeningen, dus betrouwbaarheidsberekeningen voor dijken. Wat uiteindelijk resulteert in gereduceerde kosten voor die dijkverbeteringen.
En ja, dat gebeurt allemaal op basis van ja, parameters die eigenlijk gunstiger zijn dan wat we anders zouden hebben genomen op basis van ja, die 5% karakteristieke waarde. Maar nogmaals, hè, we gaan in dit geval niet de veiligheid, hè, dus de betrouwbaarheid van de dijk als geheel verlagen. Die betrouwbaarheid van de dijk blijft feitelijk hetzelfde, voldoet nog steeds aan de norm. Alleen we interpreteren die norm op een andere manier dan dat we dat voorheen deden. He, dus goed, dus dat is eigenlijk het resultaat van het onderzoek. He, dus nou ja, die tools en de protocollen voor hoe je het beste die testen kan doen. Dus in groen aangegeven is wat we gedaan hebben, de resultaten die we gevonden hebben. Maar op basis van deze resultaten kunnen we nog meer doen. En dat kan enerzijds zijn het ontwikkelen, doorontwikkelen van die prototypes, zeg maar, tot een bruikbare tool in de praktijk. En anderzijds kan er ook een stukje dienstverlening plaatsvinden, waarbij er dus bijvoorbeeld meerdere case studies worden uitgerekend, hè, of dat er andere dingen gedaan worden. Waarbij ja, zeg maar de TU Delft eigenlijk het werk doet en dan als een soort van service naar de waterschappen toe zeg maar, de resultaten doorgeeft. He, dus je kan die concrete prototypes kan je in een product omzetten. Ja, dat kost tijd en dat kost geld. Je kan het ook als een service doen. He, dat betekent dat op korte termijn is dat minder kostbaar. He, maar goed, dat betekent wel dat je ja, langer aan die TU Delft vast blijft zitten. He, en dat er dus op lange termijn wel meer kosten zijn. Maar wat we bijvoorbeeld ook zouden kunnen doen is van tevoren al heel veel van die berekeningen uitvoeren. Voor verschillende situaties. Al die berekeningen stoppen we in een database. En uiteindelijk kan je dan uit die database interpoleren als het ware, hè, voor een specifieke situatie. Dus dat zou ook nog een mogelijkheid zijn. En ja, dus dan moet je even kijken, denk ik, of de belangstelling is bij de waterschappen. Nou, ik begrijp van Henk dat die belangstelling er zeker is. Maar ja, om te kijken van ja, wat is dan de beste oplossing voor de toekomst. He, dus zoals ik al zei, he, dus dit project is betaald door NWO. Die hebben daar 7,5 ton in gestoken. De STOA heeft er globaal 3 ton in gestoken. Dat is in geld, maar ook voor een deel in menskracht. En nou ja, goed, de resultaten zijn eruit gekomen. En belangrijk is dat dat op dit moment al concreet zou kunnen leiden tot kostenbesparingen. He, maar met een stukje doorontwikkeling hiervan kan dat zeker in de toekomst nog tot veel grotere kostenbesparingen leiden. Nou ja, goed, dus dat is feitelijk al. En goed, daarnaast kunnen we ook nog weer nieuw onderzoek doen. Hè? Dus we kunnen nog allerlei nieuw onderzoek doen waarbij we dus nog meer inzichten krijgen. Je kan denken aan een verdere ontwikkeling van die random limit equilibrium method, hè? Die methode van slices. Je kan denken aan bij grote gegevens, hè? Jullie hebben als waterschappen natuurlijk ook, jullie beschikken over grote databases van gegevens. Die kunnen we nog verder analyseren. Daar kunnen we ook nog in de richting van parameterbepaling wat dingen mee doen. We kunnen inverse modellering toepassen. We kunnen ook gebruik maken van informatie die er is, hè, de zogenaamde Bayesian updates en Bayesian networks, waarbij dus informatie toegevoegd wordt aan het systeem om het systeem slimmer te maken en daarvan te profiteren en uiteindelijk ook nauwkeuriger te kunnen berekenen en waarschijnlijk ook gunstiger te kunnen rekenen. En wat we ook verder kunnen ontwikkelen nog is dat model met die grond, vegetatie en klimaat-atmosfeer interactie. Om gebruik te maken meer van monitoringdata en dat systeem als het ware als een soort van, als een soort van dashboard, hè, te kunnen ontwikkelen. Zodanig dat je eigenlijk van dag tot dag kan zien, of van minuut tot minuut bij wijze van spreken kan zien, wat de stabiliteit van je dijken is onder de huidige klimatologische omstandigheden. Dat is het einde van mijn presentatie. Ik dank u voor uw aandacht. En mochten er nog vragen zijn, dan zijn wij met z'n allen bereid om vanuit de TU Delft daar antwoorden op te geven. Dank u wel.